zijn voor een onderwerp wat volgens mij een klein beetje de soort outlier is. Als ik, dus heel veel positivisme en hele mooie ontwikkelingen die allemaal besproken worden. Alleen wat ik ga vertellen of waarom ik dit onderwerp heb ingebracht is eigenlijk dat ik zal zoiets vertellen over mijn eigen achtergrond. Maar dat ik steeds wat meer dingen heb waar ik me vragen bij stel die wel soms voor het voetlicht komen. Dan zag ik net de laatste slide van Willem Alfenaar hiervoor. Volgens mij ging het ook wel enigszins over hetzelfde onderwerp. Maar ik maak me soms vanuit de jaren dat ik nu met innovatie en techniek bezig ben een beetje druk of ik het zelf eigenlijk allemaal nog wel zo leuk vind en het wil zoals er nu van allerlei dingen om me heen gebeuren. Ik zal het een beetje proberen uit te leggen. Mijn naam is Maarten den Bruin. Als je zoekt op mijn naam, ik heb ook geen visitekaartje of wat dan ook, maar dan moet je eventjes mijn Twitternaam opzoeken of je zoekt op Google mijn naam in. En dan vind je dingen die ik heb gedaan of presentaties van me. Dus je kan me ook altijd even aanschieten daarna. Waar ik me veel mee bezig heb gehouden is een onderwerp wat wellicht een paar keer bij deze bijeenkomsten denk ik wel eens is langsgekomen. Wie kent niet het begrip front of het zelf? Iedereen? Nou, dat is denk ik wel niet. Niet. Okay. Gelukkig gaan er toch nog. Front of het zelf. Ik heb er slides bij gemaakt, dan hoef ik ook minder hard te praten soms, dan kan je het gewoon oplezen. Maar front of het zelf, dat betekent, ik hou me heel veel bezig met de data die je zelf kan produceren. En dan gaat dat van stappen tellen wat je zelf doet, tot en met je gewicht. Maar dat kan veel verder gaan, dat kan je hartslag zijn. Dat zijn heel veel, voor wat mij interesseert, in ieder geval gegevens van mijn lichaam. Ik kom uit de gezondheidszorghoek. Ik kwam uit de hoek, hoe gaan we een gezondheidszorgsysteem pak een beetje van 10 miljard terugbrengen naar een systeem van 9 miljard. Dan hebben we een miljard bespaard. Alleen, wat niemand mij kon uitleggen in dat hele onderzoek wat ik deed, ik heb met letterlijk elk ziekenhuis in Nederland gepraat, was wat we met dat miljard gingen doen. Want dat miljard dat ging dan ergens naar terug, maar niet per se naar de mensen die ziek waren, maar naar hele andere dingen die ook gefixt moesten worden in onze economie of wat dan ook. En ik dacht eigenlijk, ik ben veel meer geïnteresseerd in hoe ik als mens zelf iets kan doen om gezonder te zijn. Is er niet een beweging, zijn er niet mensen, zijn er niet handige dingen in de wereld beschikbaar die mij kunnen helpen om daar zelf een start mee te maken zonder dat ik afhankelijk ben van dat ziekenhuis, dat zorgsysteem, allemaal grote systemen die voor mij als individu gewoon heel lastig te begrijpen zijn soms. Nou, daar kwam ik eigenlijk op uit met Contified Self. Dat is een beweging voor mensen die zich daarmee bezighouden, mensen die zelf experimentjes doen. Dat zijn experimentjes van, als ik op één been ga staan, slaap ik dan beter. Nou, dat klinkt bizar voor mensen die de relatie niet misschien kunnen zien, maar als je het experiment doet, kan je tenminste bewijzen. Er zijn ook hele simpele experimenten, mensen die koffie in hun boter stoppen, omdat er experimenten zijn die zeggen, dan verbeter je hersenfuncties. Maar er zijn ook hele simpele dingen die iedereen zich misschien wel wat makkelijk kan voorstellen. Dat is gewoon, wat voor dingen kan ik doen, bijvoorbeeld meer bewegen en meer afvallen? En hoe hebben die met elkaar te maken? Nou, zo zijn er heel veel dingen te bedenken eigenlijk, die met data te maken hebben die je zelf verzamelt. Die data die je zelf verzamelt, die wordt ook wel personal data genoemd. Er zijn allerlei vormen van data natuurlijk tegenwoordig en je kan ook allerlei namen aangeven. Maar dit gaat echt data over mijn persoon. En daar gaat mijn punt ook een beetje over. Die data die ik verzamel, die is zo persoonlijk dat als jij die data hebt, dan weet je ook echt heel veel van mij. Als voorbeeldje, ik heb een weegschaal en die twittert al zo'n 3-4 jaar lang wat mijn gewicht is. En dat is voor mensen, voor mij is dat inmiddels al een soort van gewoon. Maar voor heel veel mensen begrijp ik heel goed dat dat heel erg raar aanvoelt. Omdat dat net als zeggen hoeveel je verdient soms voor sommige mensen iets heel persoonlijks is. Hoeveel je weegt, dat is iets wat niet zomaar gedeeld wordt. En dus is het ook heel fijn als je dat gewoon voor jezelf kan houden. En dat niemand dat hoeft te weten. En dat hoeft ook niet. Ik kies daar bewust voor. En mij levert dat op dat ik met mensen in dialoog kan, of dat mensen mij er bijvoorbeeld op wijzen, wat zie ik eigenlijk voor trend? Ik ben net weer een tijdje gestopt met eten zonder dat je allerlei pasta's en brood en dingen eet. En ik zie precies weer de afgelopen weken mijn gewicht. Ik geloof dat in de afgelopen 4-5 weken mijn gewicht weer 5 kilo is toegenomen. En andere mensen, die beginnen daarover bij mij. En ik vind dat eigenlijk, ik vind die dialoog heel prettig. Maar dat is heel persoonlijk. Dus dat self-tracking, zoals het ook wel genoemd wordt, dat is het verzamelen van die gegevens. Nou, dat is even de achtergrond. Ik ga het niet hebben over contact zelf. Als je daar iets over wil weten, moet je gewoon een keer een presentatie opzoeken.
Maar waar het eigenlijk om gaat, zijn die begrippen van waarom zou je daaraan doen? Hè? Wat is de reden daarvan? Sommige mensen zeggen je wil meer zekerheid in je leven. Sommige mensen zeggen je wil een soort, het is een soort ijdelheid. Mensen leven bij nummers en als de nummers goed zijn, dan kan je daarmee de boer op. Dan kan je zeggen, fantastisch, ik heb het goed gedaan. Maar wat er veel meer achter zit, is een begrip wat wel een soort, dat noemen mensen ook wel amelioration, of in ieder geval, dat alles maar beter moet worden. Ik heb een favoriet stripje, en dat stripje is van Calvin en Hobbes. En Calvin en Hobbes, die, in ieder geval Calvin, die kauwt graag kauwgom. En op een gegeven moment is hij aan het tellen hoe vaak hij binnen een minuut kan kauwen. En als hem gevraagd wordt, waarom doe je dat? Dan zegt hij, als ik meer kauw binnen een minuut, dan weet ik dat ik meer lol ben. En dat idee, dat bestaat soms ook bij de mensen die deze beweging zien en horen, die zeggen, ja, maar jullie zijn allemaal mensen die zich bezighouden met hoe beter de cijfers, hoe meer geluk, blijdschap, hoe beter het met je gaat. En mijn zorg hier, en daar komt dus een beetje het onderwerp naar voren waarom ik hier nu het onderwerp ook ethiek en hoe ver ga je erin heb op de agenda, is het eigenlijk dat dat een beetje wordt uitgebuit tegenwoordig, omdat het tot een soort doel wordt verheven. Terwijl ik denk dat het een mooie start is van een dialoog om met je peers, mensen die je kent of wat dan ook te kunnen praten over wat kan er beter. Maar dat niet per se een doel op zich moet zijn. En die soort frictie tussen het feit, is het nou een doel of is het nou een middel? Daar maak ik me de laatste tijd, ik in ieder geval, wat zorgen over hoe we daar nou mee om kunnen gaan. Dus amelioration is eigenlijk wat Philips al zei, to make things better. Dus alles moet maar beter worden. Maar als dat het doel wordt, dat alles maar beter wordt, dan zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt dat we ook een status kunnen hebben waarin we prima oké kunnen zijn met de dingen zoals ze zijn. En ik ga een paar dingen quoten en dat is ook een beetje de reden geweest. Ik heb het boek, wat sommigen van jullie ook zullen hebben gelezen, van Evgeny Morozov. Click here to save everything. Nou, lees het boek een keer, want dat geeft een aantal houvasten, vind ik in ieder geval. Niet per se oplossingen, maar wat zijn nou een aantal problemen die niet zo heel erg aan de oppervlakte liggen, maar als je er een beetje induikt, die een beetje problematisch zijn als je daar heel erg mee bezig gaat. Een van die oplossingen is dus wat hij noemt solutionisme. En dat solutionisme zegt eigenlijk dat je, wat McLuhan, een andere theoreticus uit het medialandschap eigenlijk al noemt, to a carpenter every solution looks like a nail. Als je een hamer hebt, dan lijkt alles een spijker. Dan is alles alsof je er op moet slaan, is precies jouw probleem. Want je hebt nou eenmaal die tool voor jezelf bedacht. En als die tool nou eenmaal in je hand zit, dan is het handig. Want dan lijkt alles opeens precies te passen op jouw probleem. Maar je zou moeten beginnen misschien wel met de vraag om te stellen of het echt een probleem is wat je probeert op te lossen. Ik neem het voorbeeld nog even dan weer terug uit de contrafact zelf. Wie van jullie heeft er misschien hier ook een stapteller? Oké. Wie van jullie heeft een stappenteller gekocht omdat hij stappen wilde tellen? Waarom wilde je stappen tellen? Ik moest er elke dag 10.000 doen. En waarom moest je elke dag 10.000 doen? Het kan best, hè. Ik bedoel, het kan zijn dat je dokter rijdt. Dat is een goed idee om 10.000 stappen te lopen, dan blijf je gezond. Mijn punt met die stappentellers is, en ik ben degene denk ik die in 2008 misschien wel de eerste was. Ik was in ieder geval de eerste die Fitbits naar Nederland haalde. Dat importeerde ik omdat ik dacht, hé, dat is interessant. Dat ken ik nog niet, dat ook met de telefoon communiceert. Maar ik had me daar ook nooit helemaal van gerealiseerd waarom een stap nou zo belangrijk is. Nou, mijn antwoord na al die jaren is, stap is helemaal niet belangrijk. Het enige wat we hebben uitgevonden is dat we een sensortje hebben. Een heel klein chipje en dat is gewoon verdraaid goed in het tellen van stappen. Meer is het eigenlijk niet. Dat is de technologie die maakt dat we de stap tot een soort eenheid verheven hebben die we opeens ontzettend zijn gaan waarderen als een belangrijke eenheid om je te meten. Maar niemand kan aantonen dat per se de stap het belangrijkste is. We zitten hier allemaal met, denk ik, allemaal verschillende redenen misschien om iets aan onze gezondheid te willen doen. De een wil afvallen, de ander wil zijn uithoudingsvermogen verbeteren, de volgende. Er kunnen allerlei redenen zijn en die stap is niet een stap omdat het universeel is dat een stap altijd het beste startpunt is. Een stap is gewoon technologisch handig om te meten. En dat inzicht, dat raakt een beetje kwijt als je ziet hoeveel aandacht er wordt gegeven aan de stappen, de stappentellers, het belang van de stap. Dan word je helemaal mee doodgegooid, totdat het op een gegeven moment bijna een soort van raar is om nog te beginnen waarom een stap überhaupt relevant zou zijn. Dat is eigenlijk, als je daarover begint, ben je een beetje zeikerd.
Want dan ben je eigenlijk iemand die dat ter discussie stelt en het is toch goed om veel stappen te lopen. Nou, in niet alle gevallen kan ik, als je naar onderzoeken kijkt, er zijn ook gevallen waarin het helemaal niet zo heel erg handig is. Zeker niet om daar te beginnen als je nog 10 andere alternatieven hebt. Maar dat communiceert moeilijk, dus daar beginnen mensen ook mee. Goed. Het andere concept, en ik zal even aangeven, dit is niet een presentatie waarin ik, want ik stop denk ik ergens 40 minuten en dan ben ik heel benieuwd naar hoe concreet we het kunnen maken voor jullie, voor mij ook, om eigenlijk handvatten te vinden om zelf iets aan dat idee te doen. Hoe kom je er sneller achter wat de gedachten zijn achter wat mensen je eigenlijk proberen te geven of te verkopen. Maar ik som gewoon een aantal dingen op die ik eigenlijk na al die tijd dat ik ermee bezig ben, heb uitgevonden en waar ik zelf mee ga nadenken, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Dus dit zijn gewoon puur mijn persoonlijke soort frustraties die ik na afloop dacht, had ik daar maar eerder van geweten dat ik daar eigenlijk een beetje in meegegaan ben, terwijl ik misschien eerder had moeten denken, hey, dat is misschien helemaal niet zo simpel als het lijkt. Dit voorbeeld zit erin omdat ik het een heel interessant voorbeeld vind. Omdat je je eigenlijk kan afvragen, het concept het internet, en ik denk dat heel veel wie van jullie zegt, mijn werk heeft te maken met internet. Dus als het internet niet bestond, dan had ik, oké, nou dat is een groot gedeelte. En wiens baan dus, wie zegt dus ook, mijn baan bestond eigenlijk pak een beet 15 jaar geleden niet. Ja. Oké, nou, ik denk dat dat waar is voor een heel groot gedeelte van de mensen. In ieder geval, waar in de zin, dan had het misschien dezelfde baan geweest. Dan was je communicatiespecialist voor de krant of voor andere media. Sommige concepten worden neergezet en ik vond het internet wel een interessant vergelijkingsmateriaal, omdat het als iets totaal nieuws wordt neergezet dat uit de lucht is komen vallen, alsof het er opeens was en daarmee alles veranderd heeft. En wat er een beetje mist en waar ik ook eigenlijk pas van dacht, ja, ik heb nooit goed nagekeken wat de historie van een bepaald begrip is en wiens belangen daar destijds bij betrokken waren om dat tot één concept te verheffen. Nou, dit is wat er gezegd wordt over internet. Misschien is het internet gewoon één op één volging na allerlei andere technologieën. Maar een beter voorbeeld wat ik van de week las, en ik heb er geen slide over gemaakt, maar ik kan iedereen echt aanraden, er is een heel goed artikel verschenen. Wie van jullie kent het begrip open source? Wie van jullie kent het begrip free software? Oké. Wie van jullie weet het verschil tussen free software en open source? Ben ik heel benieuwd, want dat... Free software mag je gewoon gratis downloaden en verspreiden weet ik niet helemaal zeker. Ja? Open source betekent dat het helemaal moeilijk is gebouwd dat het openbaar is, dat je daar ook mee aan de slag mag op een of andere manier. Oké, hier andersom. Ik denk dat we discussie verder niet hoeven te voeren per se wat nou goed en wat dan. Het interessante is dat ik erachter kwam voor de mensen, ik dacht altijd dat open source uit de community voort was gekomen, dat open source de naam was die de community had gegeven aan alle activiteiten van Linux of wat dan ook. En ik ben nog zeg maar nerd genoeg om, toen ik 12, 13 was, zat ik ook in die Linux community de discussies te herinneren over mensen als Richard Stallman. Wie kent Richard Stallman? Richard Stallman is een man, typische nerd met een baard, die een mening had over licenties. Het meest boring onderwerp wat ik toen ik 12, 13 was kon bedenken, maar er waren mensen op lijsten die gingen eindeloos door over wat voor licentie je voor welke software moest hebben. En ik snapte er helemaal geen reet van, het interesseerde me ook helemaal niks. Maar nu, bijna 15, 20 jaar later, bedenk ik me dat de man die open source, wie weet wie open source groot gemaakt heeft als naam, als merk. Nou, dat is wel beschrijven, maar is het geweest? Nee, dat is niet Stolman geweest. Torvald Nieuws? Wie? Torvald Nieuws? Nee. Nee, nee. Wie is de man die dit soort memes, want dat zijn het, groot gemaakt heeft? En dat is interessant dat we daar eigenlijk heel weinig van weten. Want dit meme, dit open source is niet uit de lucht gekomen. Dat is niet door de community bedacht. Iemand anders? Wie is de man achter Web 2.0? Web 2.0 is ook niet uit. Tim O'Reilly. Tim O'Reilly is meest bekend, ook een beetje weer in de nerdhoek, van de boeken. De boeken met de kamelen, Pearl Handbook, Linux Network Administrator Guide, allerlei technische handboeken. Web 2.0 was een meme wat eigenlijk pas groot geworden is nadat Tim O'Reilly een conferentie over heeft gemaakt.
En ook het merk heeft geclaimd overigens. Open source is eenzelfde route gegaan waarbij hij eigenlijk zei, dit is een meme en dat is fantastisch als ik daar een beetje de begrippen aan kan hangen alsof open source heel erg gekoppeld is aan het internet. En die open source community, hé, dat is handig, daar schrijf ik handboeken voor. Als die een klein beetje gaat groeien, want uiteindelijk is het gewoon goed voor de afzet van mijn boeken, waar ik eigenlijk die hele community mee moet doen en een uitgeverwering en heel veel andere plannen. Dat wil niet zeggen dat het daarmee niet een goede beweging was in zijn geheel, maar dat is niet gedaan zonder een commercieel belang van iemand die ook gewoon een heel ander belang had dan alleen maar die community. Dit was iemand die boeken uitgaf, die allerlei andere belangen had en die het belang had dat het begrip groter werd. En die ook meer belang had dat het niet dat free software waar die Richard Stallman zo op zat bleef. Want die Richard Stallman die zei, niet in zee gaan met commerciële bedrijven, er moet nul commerciële aanhangsels zijn. Dus dat kon niet, want die Tim O'Reilly, die was gewoon van plan hier gewoon met allerlei bedrijven en conferenties en andere activiteiten ook een commercieel belang mee te hebben. Dus er was een reden om dat te balanceren. Dit is eigenlijk voornamelijk mijn punt is, hoe belangrijk het is of kan zijn om soms te weten, en soms gaat het niet op het moment zelf, maar zeker met terugwerkende kracht, wat de historie is van sommige begrippen, sommige bedrijven, sommige movements. Heel veel dingen zijn gewoon niet uit de lucht komen vallen. En het meest relevante wat ik hier uithaalde was eigenlijk dat ik me probeer bij nieuwe begrippen, communities, te bedenken waar komt het vandaan. En soms betekent dat gewoon simpelweg eens een keer de Wikipedia pagina te lezen. Ik had net de lezing, ik weet niet of Kees hier in de zaal zit, van Kees Links, Wifi. Dat ging over, hij werd dus ook zelf, zei hij al, als de vader van Wifi gepresenteerd. En hij zei zelf al, er zijn veel vaders van Wifi. Dus ik pakte de Wikipedia pagina en dan staat er dus letterlijk een andere persoon genoemd met de tekst erachter. De vader van Wifi. Dus het is soms goed om te denken, oh wacht, is dit verhaal nou omdat hier iemand wordt aangekondigd als de vader van Wifi? Of wat zegt de rest er eigenlijk over? En kan ik daar een beetje gebalanceerd verhaal van? Goed. Het andere begrip is dat hier wordt ook heel veel gesproken over technologie in de afgelopen sessies. En heel veel technologie, dat merkt je ook eigenlijk, en ik vind het altijd lastig om dan een opmerking erover te maken, net zoals in de vorige sessie wordt bijvoorbeeld gezegd, op wifi zat niemand te wachten, maar het moest eigenlijk er wel komen, want het was een stuk, hè, het was handiger en het was beter en het was sneller. Er zijn allerlei voordelen, praktische voordelen. Heel veel technologie wordt gedreven door een soort praktisch voordeel. Het kan beter. Ja, dat is dat amelioration van het begin. Het kan altijd beter. Alleen de vraag is, als het beter kan, zouden we dat dan ook per se moeten doen? Want er zijn heel veel dingen die beter kunnen. En er zijn ook heel veel dingen die prima zijn zoals ze zijn. En dat is misschien straks voor de eindvraag wel even de vraag. Hoe ga je daarmee om? Ik weet het niet. Want ik zit ook in die business dat ik het ook interessant vind om steeds gewoon bezig te blijven, niet stil te blijven staan. Maar ik denk ook dat sommige dingen echt wel beter kunnen, maar nou, zeker als we straks nog komen op wat de invloed van een bedrijf is, weet ik niet altijd hoe ik daarmee om moet gaan. Dat is gewoon even mijn vraag. Want waar kom je dan op? Er zijn allerlei dingen. Je kan van alles automatiseren en efficiënter maken. Je kan, er staat in dat boek een aardig voorbeeld bijvoorbeeld, hoe ga je om met toegangscontrole? Er staat hier een woord, situational crime response. Dat is een beetje een ingewikkelde theorie, maar het komt er eigenlijk op neer. Je kan op allerlei manieren mensen gedrag afdwingen. Je kan bijvoorbeeld poortjes maken bij het begin van het station. Dan zeg je tegen de mensen die geen kaartje hebben, je komt er niet in. Dan heb je eigenlijk het hele proces gewoon heel 0 of 1 gemaakt. Geen kaartje, geen toegang. Je kan ook een proces maken, bij Lijns en Metro bijvoorbeeld, waar je gewoon met, zonder kaartje in de metro kan. Maar je wordt gewoon gecontroleerd. Word je gecontroleerd, heb je geen kaartje, ben je vaak bezig, moet je een boete betalen. Dat zijn twee manieren van hetzelfde probleem oplossen. Wat is de verantwoordelijkheid die je dan legt bij de persoon die in de metro zit? Laat je hem niet toe, zeg je dus eigenlijk het systeem bepaalt dat jij er niet in komt, of zeg je jouw verantwoordelijkheid is dat je je als een goed burger gedraagt en dat je netjes je kaartje kan. Dat zijn twee oplossingen die allebei mogelijk zijn en de beslissing daarvoor zou moeten liggen bij degene die dus dat bepaalt, in dit geval vaak de maatschappij. Het punt waar ik straks op kom, denk ik, is vooral dat die beslissing niet zozeer meer bij de maatschappij komt te liggen, maar heel erg bij de bedrijven die tussen ons en een andere entiteit instaan, de Facebook of wat dan ook. En dan
Wie heeft het bericht over Facebook en het emotie-experiment gelezen deze week? Ik denk dat daar wel een aardige vraag in schuilt. Hoe ver je daarin zou moeten gaan. Dus nudging, wat ook vaak genoemd wordt. Nudging zegt eigenlijk van je hebt een soort beslissing. En daar probeer je mensen een vorm, een kant eigenlijk op te duwen zonder dat ze het misschien zelf helemaal waren. Door hebben. Dus je probeert mensen eigenlijk een duwtje of een zetje te geven. Je kan er een vorm van nudging noemen die een bekende vorm van nudging, of een vorm van nudging die je zo zegt van, hey. Belastingregelen? Sorry? Belastingregelingen, dat je geld terugkrijgt of een bonus krijgt voor als je bepaald gedrag hebt voor. Ja. Ja, dat is een hele transparante vorm van nudging, want dan weet je waarschijnlijk als je iets doet waarvoor je het krijgt. Klopt. Die net bij blikjes in de gooi. Ja, klopt. Dat is een vorm van nudging dat het eigenlijk leuk gemaakt wordt. Hè. Dus dan wordt er op die manier genudged. Andere vormen van nudging? Vormgeving van autowegen. Vormgeving van autowegen, kun je er iets over? Ja, haakse bochten erin kan je niet zwaar doen. Ja. Of optische heuvels, optische vluchtheuvels, die dan niet vluchtheuvels zijn, maar ze lijken, dus je gaat toch afremmen. Mannetjes langs de kant van de weg, die kinderen lijken, noem maar op. Maar je hebt allerlei vormen van nudging en de vraag is nudging, er is een heel goed paper geschreven over nudging, want je zou een kwadrant kunnen maken van nudging. Je kan nudging namelijk transparant en intransparant maken. En je kan het voor je eigen doel doen of voor een maatschappelijk doel bijvoorbeeld. Want een hele bekende vorm van nudging die ook wel wordt gebruikt. Je kan mensen sturen bijvoorbeeld over orgaandonatie. Je kan ze bij wijze van spreken op bepaalde punten een soort proberen aan te reiken dat ze daarover moeten nadenken. Dus de meest transparante vorm van nudging is om dat gewoon op je tax return, om het nog even over belasting te hebben, formulier te zetten waar mensen gewoon eigenlijk gezegd worden, denk er eens over na. En dan kan je bewust een keuze maken of je wel of niet orgaandonor wil worden. Dat is misschien wel een van de meest pure vormen van nudging, want het is wel, je werpt mensen eigenlijk, je stelt mensen iets voor, maar je geeft ze een hele transparante keuze, want je maakt het heel duidelijk dat je dat doet met het doel om uiteindelijk mensen die keuze ook echt te laten maken. De andere vorm kan natuurlijk zijn dat je het standaard doet, dat je niemand ermee lastig valt, maar dat je het standaard doet en voor iedereen de beslissing neemt, tenzij iemand zelf een tegenstem bijvoorbeeld. Dan is het al ietsje minder transparant, want dan moet je zelf nog na gaan denken, oh ja, wacht, ik moest nu nee invullen als ik het niet wil, want anders zit ik standaard bij de groep. En als je die schaal hebt, dan kan je nog wel een aantal varianten bedenken waarbij je bij wijze van spreken helemaal geen invloed hebt, maar waar het voor je uitbedacht wordt. Wat vaak wordt gezegd bij dat soort ideeën is dat je er niet zoveel aan kan doen als het zo is dat je wat jij ziet eigenlijk is wat jij wil. Dat wordt wel gezegd bij dat soort ideeën. Ja, maar wij doen alleen maar wat jij zelf eigenlijk al wil. Dus dan zeggen ze, we zijn gewoon een spiegel. Dus wat ons algoritme bijvoorbeeld voorstelt of wat onze techniek heeft bedacht, dat is eigenlijk wat jij er zelf in hebt gestopt. Daar kunnen we niet zoveel aan doen. Het voorbeeld wat daar altijd bij komt kijken is de autosuggest van Google. Als je daar iets intypt en daar komt een suggestie uit, ja, dan is dat de suggestie die nou eenmaal de meeste mensen hebben gezocht die met die letters een woord intikken. Hoeveel mensen kennen de blacklist van Google? De autosuggest blacklist. Niemand gehoord dat Google een blacklist heeft? Het verbaast je niet. Nou, dat is wel een fascinerende suggestie dat het je niet verbaast. Ik wil het niet zo vaak staan. Ja, nou, dat is een goed voorbeeld. Heeft er iemand wel eens, ik neem aan dat niemand iets illegaals downloadt, maar ik kan me voorstellen dat je wel eens een torrent downloadt voor iets wel legaals. Heb je wel eens geprobeerd om te kijken of als je een filmtitel intikt, dan zal die nooit het woord torrent suggereren? Nou, dat zou je kunnen zeggen, dat is prima. Dat recht heeft Google sowieso, het is een commercieel bedrijf, dus zij mogen dat bedenken. Maar de andere is wat ze ook bijvoorbeeld op een gegeven moment censureerden, was dat je kon wel gay of lesbian als aanvulling krijgen, maar op bepaalde zoektermen, dan weet ik niet welke zoek. Maar biseksueel stond daar bijvoorbeeld niet tussen. Niet omdat dat niet ook een resultaat opleverde, maar omdat dat blijkbaar op die lijst was gebeurd. Uiteindelijk hebben mensen gereverse-engineerd wat er allemaal op die lijst stond. Door te kijken naar hoeveelheden zoekresultaten. Met heel wat werk was er achter te komen welke zoekwoorden erop stonden.
En het bleek eigenlijk heel arbitrair te zijn welke zoekwoorden erop stonden. En de vraag is ook wie die lijst bijhoudt. Nou, doe maar eens een hulpverzoek bij zo'n bedrijf als Google en vraag maar eens wat is die lijst, wie houdt erbij. Dan krijg je eigenlijk geen antwoord. En dat is eigenlijk het feit dat je daarmee eigenlijk een beetje de ideeën die mensen hebben toch op een bepaalde manier, die worden meegemanipuleerd. En niet per se omdat Google slechte bedoelingen heeft misschien hierin, maar omdat er ook niet een heel ander mechanisme is wat ze hebben om dat te, bijvoorbeeld bij te sturen of te veranderen. Er is een heel mooi artikel wat wordt aangehaald wat echt leesbaar is. Dat is een artikel dat gaat over politieke, over verkiezingen. Wie van jullie heeft iets gelezen over de directeur van Mozilla? Iemand kort? Helemaal achterin? Ja. Kan je even kort aan wat, waar het over ging? Want ik denk als ik dat zo zeg en mensen steken een hand op, dan is het... Ja, hij was aangesteld, maar hij was uiteindelijk tegen homo's. En dat is eigenlijk, daar komt een backlash zeg maar, vanuit de community, dat hij eigenlijk iemand die daar tegen was, niet aan het hoofd kon staan als iets te doen. Ja, concreet, hij had $1000 gedoneerd aan een campagne tegen een propositie, een amendement in Amerika, waarin stond dat, dat eigenlijk tegen homorechten stemmen. En dat had hij al een aantal jaren geleden gedaan, en iemand heeft die lijst opgeduikeld en die man die stond op die lijst. Nou, terecht misschien dat mensen daar iets van vinden, dat ze vinden dat hij op een open source project, wat dat was, niet echt een hele goede vertegenwoordiger was. Het gaat er alleen om, wat er mee kan gebeuren met zulke soort informatie, is dat hij heeft één keer een donatie gedaan. En die donatie die kan hem de volgende 20 jaar achtervolgen. Alles wat hij misschien wel heeft gezegd over het feit waarom hij die donatie heeft gedaan, of hij daar ooit spijt van gehad heeft, of hij daar bijvoorbeeld misschien iets aan gedaan heeft om dat te veranderen. Misschien is die donatie ook alweer teruggetrokken. Maar als je alleen dat ene kleine stukje informatie neemt dat hij ooit één keer een donatie heeft gedaan, en je baseert daar je hele oordeel op, dan kan dat een heel klein stukje informatie zijn wat niet de volledige waarheid is. Hij is de volledige waarheid een heel ingewikkeld begrip sowieso. Maar dat is ook precies mijn argument altijd een beetje wat voor problemen ik wel eens heb met mensen die heel erg in de open data zitten. En ik ben groot fan van de organisaties zoals Open State Foundation, dan heb ik de overheid. Maar als jij een dataset neemt en je zegt die dataset die halen we uit de context, bijvoorbeeld de pagina van de gemeente Amsterdam waar de toelichting op de financiële bestedingen staat, en we gaan puur alle cijfertjes in een app zetten zodat je lekker handig de cijfertjes kan zien over bijvoorbeeld hoeveel er wat aan wat besteed is zonder de toelichting, dan moet je je afvragen misschien wel of die toelichting de relevante informatie is die je daarmee wegvoert. En dat is denk ik wat hier mee weer gegeven. Goed. Maar dan heb je ook een heleboel informatie die je eigenlijk zelf niet, die je misschien zelf niet zo prettig vindt om te zien. Dat kan dus zijn dat je zegt, maar ja goed, dan is het eigenlijk een geval van dat is de spiegel dus niet helemaal, dan klopt de spiegel niet helemaal. Het voorbeeld daarbij is dat je, wat gebeurt er als je zoekt op het feit dat je overweegt om vegetariër te worden? Stel dat je vegetariër wil worden en je tikt dat in Google. En de eerste suggestie die Google bij de volgende zoekopdracht geeft, is een advertentie over het feit of een vleesvervanger. Dan is de vraag of dat nou een effect is van het feit dat jij op die zoekterm hebt gezocht. Dus dat je eigenlijk helemaal zelfstandig straks tot de conclusie komt, ja ik wil vegetariër worden. Of dat Google langzamerhand eigenlijk jou aan het voeden is met informatie op, dat ene, op die ene intentie die je ooit eens hebt uitgesproken, maar waar je misschien nog helemaal niet uit bent. Er zit een soort raar verband tussen, waar ik ook heel lastig vind om soms mijn vinger op te leggen. Ik denk, is dit nou helemaal, ben ik hier nou helemaal zelf opgekomen? Of ben ik toch weer beïnvloed door het feit dat ik ooit een keer een soort idee heb gevoed aan een algoritme? En dat algoritme heeft dat heel erg slim onthouden. Denk aan bijvoorbeeld de vliegprijzen. Dan is dat eigenlijk al een beetje aan de gang. Als je ooit een keer op een reis zoekt en je zoekt ergens op een geaffilieerde site nog een keer op die reis, dan weet je eigenlijk al, hé, je wil op die reis. Dus de prijs van die reis gooi je net iets omhoog, want we weten dat je er toch wel waarschijnlijk heen wil. Dat zijn eigenlijk invloeden die niet helemaal zelfstandig zijn. Dan heb je het meer over een soort motor, dan dat het een soort reflectie is. Het is niet meer helemaal los. Er gaat ondertussen iets werken, alleen we weten niet meer wie dat heeft gedaan.
En dat is ook een beetje mijn punt met al die algoritmes die we nu schrijven. Hoe gaan we daar nou concreet vorm aan geven dat we dat op een andere manier misschien wel beoordelen? Want ik denk dat de huidige manier van het beoordelen als een black box. Er was net een sessie over inderdaad over financiële betaalsystemen en wat dan ook. Er zijn in de wereld allerlei black boxen. Sommige voor hele goede redenen, omdat we nou helemaal niet willen dat iedereen daar misschien bij kan. Maar sommige kun je ook afvragen als ze zo'n impact hebben. Bijvoorbeeld, wie komt er op de top 10 van de zoekpagina van Google als mensen daar allemaal zijn oordeel op baseren? Is er dan een reden dat we daar inzicht in zouden moeten hebben? Of hebben we dat al lang gepasseerd omdat we nou eenmaal hebben gezegd, ja, het is een goed idee dat een commercieel bedrijf dat eigenlijk beheert? En dit is vooral bijvoorbeeld, vind ik altijd, een heel duidelijk probleem als je kijkt naar high frequency traders. Dus de flits, zeg maar flitshandel op de beurs. Daar is het ook een concreet probleem, want vind maar eens iemand die een algoritme van een ander bedrijf kan lezen, zodat hij terug kan analyseren. En dat lijkt een soort broodje, ja, waarom zou je dat willen? Maar op het moment dat er dus een flash crash gebeurt, zoals gebeurd is in 2008, kostte de SEC 4 maanden om een crash van nog geen minuut te analyseren. Omdat het bijna niet meer terug te redeneren valt wat er nou gebeurd is. En dan hebben we dus iets waar ons economisch systeem op gebaseerd is, eigenlijk teruggebracht tot iets wat we wel kunnen schrijven, maar wat we heel moeilijk nog terug kunnen redeneren wat er nou gebeurd is. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, als we dat gaan doen, dan komt er geen innovatie meer van de grond. Als we alles moeten kunnen teruglezen, dan zitten we eigenlijk de hele tijd met te puzzelen en dan schiet het niet op. Want dan moeten we dan kunnen verantwoorden hoe het werkt en wat het werkt. Dus dit is ook voor mij. Ik heb ook geen idee wat daar nou concreet aan gedaan zou kunnen worden, maar ik vind het wel een relevante vraag of dat niet anders zou moeten. En dan hangt het er natuurlijk ook vanaf. Het is niet per se de technologie die fout is. Maar als die technologie wordt gemaakt door mensen bijvoorbeeld, hè, wie is per se een slecht persoon? Een slecht persoon is in principe iemand die echt het doel heeft om slecht te zijn en dat ook uitvoert. En daar de tools voor schrijft die daarbij horen. Dus het is een heel netwerk. Het is niet alleen technologie, maar wat voor ideeën, wat voor waardesystemen hebben de mensen die erachter zitten. Nou, ik weet niet wat voor waardesystemen al die bedrijven hebben. Ik ken ze niet, ik weet niet welke mensen het zijn. Ik heb ook geen idee soms door wie ze nog gecontroleerd worden of niet. En dat vind ik wel eens lastig. Je hebt in heel veel bedrijven heb je een ethisch of een IRB, een Institutional Review Board, of een ethische commissie, zeggen we hier in Nederland. Ik was bij 23andMe. Kent iemand 23andMe? Dat is een DNA-analyse service van Google. Dat is niet helemaal waar. Ze zijn gebackt door Google Ventures. Ze zitten op de Google Campus. Juridisch hebben ze er niks mee te maken, maar de link is niet zo heel moeilijk te leggen. Dat er verbanden zijn. En die zeggen gewoon, we hebben geen IRB. We hebben geen ethics board. Waarom niet? We doen wat we doen en dat doen we zo transparant dat er geen reden is voor iemand om nog te zoeken verder naar andere motieven, want alles ligt op straat. Ja. Daar kan ik heel moeilijk eigenlijk achterkomen waarom je dat dan niet zou doen. Dan denk ik, als het toch op straat ligt, zet er dan alsnog maar zo'n bord naast. Dan kunnen ze het alsnog bekijken. Maar dat is dat is dan het lastige waar mensen dan achter komen. En ik denk dat er een waarde zit in het feit dat niet alles 0 of 1 wordt gemaakt. Ik denk de grootste angst die ik wel eens hoor is dat mensen zeggen, laten we de wet ook nog maar een algoritme maken. Dan kunnen we lekker snel beslissen of iemand fout was of goed was. Ik denk dat we steeds vaker zullen zien dat wat heel erg fijn is als er ergens nog een soort grijs gebied is. En dat grijze gebieden dus niet per se een slechte kant zijn van technologie, maar dat grijze gebieden iets zijn om daar juist heel erg eigenlijk aan te houden. Omdat daar de ruimte nog zit, bijvoorbeeld om te gaan sturen. En die sturing kan bijvoorbeeld zijn dat we in de jaren 70 vonden we iets van pedofilie als maatschappij. Die waarden zijn volledig veranderd naar nu. Als dat altijd 0 of 1 was geweest, dan waren de mensen die bijvoorbeeld in de jaren 70 hadden gezegd dat ze bij wijze van spreken, dat daarover gepraat kon worden op zijn minst, die stonden al automatisch als foute boek. Hoewel je daarmee dan eigenlijk weggegooid hebt dat er context voor was. Het was gewoon een andere tijd, er waren andere waarden, er waren andere redenen om er zo over te denken dan dat er nu zijn. Dat grijze gebied is denk ik iets wat we echt heel erg moeten waarderen. Dus dingen, mensen die beginnen over de algorithmization of law, vind ik altijd ontzettend eng. Want dan denk ik, waarom zou je dat stukje juist waar nog eigenlijk sturing in zit, zou je dat weggooien?
deze vond ik wel interessant als je dat dan bekijkt, als je dat dan zo in context plaatst, dan denk je eigenlijk, oké, dus als we hebben heel erg mond vol als plotseling een land iets verbiedt, dan is het censorship en dan is het vreselijk. Maar als een bedrijf zijn terms of service aanpast, oké, dan klikken we nog een keer doei. En het is niet zo makkelijk, maar ergens zit er wel een kern in. Dat denk ik, ja, ik heb ook heel veel terms of services gewoon aangeklikt. Wie gebruikt de Moves, die app die bijhoudt waar je bent? Wie is hem niet meer gaan, wie heeft hem gebruikt en is gestopt met gebruiken toen hij overgenomen werd op Facebook? Twee mensen? Ja, nou, ik heb er ook over getwijfeld, maar ik weet het gewoon niet zo goed. Moet ik hem nou? Ik vind het een verrekte handige app. En dat is eigenlijk een beetje waar dus mijn persoonlijke idee vandaan komt van, ja, wat moet ik hier nou mee? Want ik merk dat ik al zover opgeschoven ben dat ik eigenlijk merk, het gaat toch een keer. En dat is een beetje zo'n defetistische. Daar wil ik eigenlijk niet in meegaan, maar ik merk dat het gemak of de lol die ik van die app heb of het resultaat, dat ik daar een beetje tussen gevangen zit. Want ik ben niet zo principieel dat ik dan zeg, nee, dat kan niet. Facebook is per definitie slecht en ik ga mee. Nee, nou, dus het gebeurt bijna elke twee maanden als Facebook iets overneemt waar je geleerd bent. Nou, zoveel diensten heb ik nog niet gehad, maar het gebeurt wel vaak. Dat is ja. Ik ben gestopt met WhatsApp dan. Ja, dat is misschien een beter, misschien meer mensen. Wie is er niet gestopt met WhatsApp toen het overnam? De eerste maand. Ja, oh ja, dat is een goeie. De eerste maand alleen. Ik denk, ja, precies. Laat ik even, wie is er op Telegram overgestapt? Ja, logisch is zo. Wie gebruikt het nog actief? Een deel. Maar dat zijn wel, en dit zijn volgens mij echt beslissingen waar het heel lastig is om zomaar in je, want dat is het ook met zoiets als Telegram, in je eentje beslissing nemen, dat kan dus niet. Ik kan wel in mijn eentje op Telegram gaan zitten, maar daarmee heb ik een probleem niet opgelost, terwijl mijn vrienden nog steeds op WhatsApp zitten. En dat is denk ik wel essentieel aan de macht van een groter bedrijf, als je zo wil zeggen, is dat je hebt de macht van gewoon het grote getal. Dus je kan wel zeggen, ja, maar je hebt altijd de kans, je mag altijd wisselen. Tuurlijk mag je altijd wisselen. Maar het is hetzelfde als dat je zegt, je hoeft niet op Facebook. Tuurlijk hoef je niet op Facebook. Maar als 99% van je vrienden hun uitnodiging voor een feestje versturen via Facebook en ze zeggen, tabé aan degene die niet op Facebook zit, die krijgt gewoon geen uitnodiging meer. Ik ken mensen die alleen om die reden bijvoorbeeld nog een account hebben, omdat ze anders alle uitnodigingen missen. Is dat waar? Want dat is nou niet het leuke, dat iedereen denkt dat, iedereen weet dat ik op Facebook zit. Bel mij met een feestje, voor jou bellen heel vervelend. Maar nou, blijkbaar vinden ze wel leuk dat ik het bel, dus ik ze bellen nog wel. Maar niet helemaal, zeg je ja, maar dat is dan jammer. Dat is dan, je wordt wel geconfronteerd doordat dit soort grote dingen. Nou ja, het was. Dit zijn dingen waar je bijvoorbeeld tegen geel als verjaardag zegt, ja, kan ik jou bereiken? Ja, zegt ze, ja, ik zeg van ja, waarom zou ik ook bellen? En zijn mensen werken allemaal. Ja, maar je bent de grootste technologie-nerd die ik ken, en dan moet ik jou zo niet gaan bereiken. Ja. Nou ja, ik denk we moeten daar zo misschien iets verder over, maar dat is het punt wat het getal, gewoon het feit dat er groepen mensen daar zitten en jij in je eentje wel die beslissing kan nemen, maar daarmee nog niet die groep overtuigd hebt, wat het soms lastig maakt om daar zomaar zelf beslissingen te nemen. Dus moeten bijvoorbeeld misschien op maatschappelijk niveau eisen worden gesteld aan wat mag je als bedrijf bijvoorbeeld. Nu mag je behoorlijk veel. Vinden we dat allemaal oké, of moeten we daar ook? Dat weet ik niet. Daar zit ik ook mee in die zin dat ik denk van, waar ga je nou de eerste stap zetten om daar bijvoorbeeld iets aan te doen? Of is het gewoon onderwijzen van de mensen zoals wij hier zitten, die allemaal behoorlijk, denk ik, enig verstand hebben van die ontwikkelingen, die dat aan anderen kunnen vertellen en zeggen van, heb je wel nagedacht wat het eigenlijk? Het is toch een kwestie van vertrouwen. En als het één keer wordt beschadigd, dan rent iedereen gelijk weg. Want die vluchtigheid om het veranderen, die is natuurlijk enorm. Als Facebook een slechte reputatie krijgt, dan is er zo een alternatief. Facebook heeft toch een hele slechte reputatie? Ja, maar blijkbaar is het vertrouwen nog niet beschadigd. Eigenlijk zijn mensen gewoon niet. En je hebt wel gelijk met je vertrouwen, maar een goede reputatie heeft Facebook niet. Nee, maar er is ook niet een grote sensie iets gebeurd waarmee je het vindt van overheid of wil je ook een bedrijf. Nou, er zijn nu 700.000 mensen die bepaalde emotioneel geladen posten. Die mensen weten dat niet. Nee, dat klopt, maar dat is wel heel erg. Er is niet iets vreselijks gebeurd. Ja. Wat iemand tegen mij zei bij het uitkomen van de hele NSE-ontwikkeling, die zei, weet je wat het verschil is tussen Facebook en NSE? De NSE heeft zo'n hoge achting van ons als mensen,
dat ze ons in de gaten willen houden. Ze doen alles om ons af te luisteren, want hechten ze waarde aan de informatie die wij blijkbaar uitwisselen. Facebook heeft laag genoeg achting van ons om te denken dat ze dat kunnen manipuleren wat wij aan het uitwisselen zijn, zodat ze ons op die manier in de gaten houden. Het is een beetje, deze discussie als in Facebook is alleen maar slecht. Ik vind het wat lastig omdat ik denk, wat kunnen we nou op een positieve manier zo gezegd doen? Als mensen, is het een alternatief of is het iets anders? We kunnen zo misschien heel even de laatste twee of drie slides. Wat ik interessant vind is inderdaad of we kunnen nagaan om mensen te helpen om na te denken wat is nou de juiste beslissing die je wil nemen. En niet omdat het leuker is of meer, zoals more fun. Ik sla deze even over. En hoe kom je er dus achter wat is nou goed en wat is fout? En niet wat is het meest efficiënt. Want ik denk dat heel veel technologieën die we tegenwoordig bouwen, dat die gaan om we kunnen het sneller doen, we kunnen het beter doen. En mijn punt is eigenlijk altijd, ik vergelijk dat met de triodos. De triodos zat in een bankenwereld waar iedereen zei, de enige reden dat mensen nog voor een bank gaan kiezen is als ze een hogere rente krijgen bij bank A dan bank B. En de triodos heeft denk ik bewezen, voor een gedeelte van die mensen, is er een andere overweging die meespeelt, namelijk het feit of die bank dan ook iets zinnigs met je geld doet waar je het mee eens bent. En ik denk dat in een bankenklimaat, wat echt niet het makkelijkste klimaat is, als je daar zo'n beweging op gang kan krijgen, dat je mensen bewust kan maken, dat je kan laten zien waarom je een beslissing neemt, dat je kan laten zien dat je ook andere dingen met je geld kan doen, dat dat hier ook zou kunnen, als je mensen gewoon kan uitleggen waarom, wat er gebeurt, misschien consequenties heeft. En dat die consequenties niet zomaar dus, net als al die andere voorbeelden, plotseling uit de lucht komen. Ik ga het hier wel aan. Ik weet niet hoeveel minuten verder we nog hebben. Ja. Is het nog waar dat het Pentagon het internet heeft in de achtervier? Dan is dat alles eigenlijk. De aluhoedjes vast. Maar nee, kijk, het is een DARPA-project. En heel veel goede innovaties komen ook bij DARPA vandaan. DARPA was een Defense Institute, wat eigenlijk nu bijvoorbeeld die modulaire Google-telefoon ligt ook weer bij DARPA. Er zijn hele goede innovaties daar. Uitgekomen, wat ook maar weer aantoont overigens, dat het heel goed helpt om een goede structuur te hebben om innovaties te maken. Er stond in de Harvard Business Review een paar maanden geleden een heel goed artikel. Heel veel innovaties ook weer, als je dus teruggaat, waarvan mensen zeggen, fantastisch, dat was er opeens. Bijna niks was er opeens. Bijna alles heeft gewoon een persoon, een groep, een paar mensen gehad die zeiden, en wij gaan zorgen dat het een beetje in een orderly fashion verloopt. En dat, ik bedoel, Apache is een fantastisch softwarepakket voor mensen die servers willen runnen en websites willen hosten. Maar er zit gewoon een groep van een paar mensen en die hebben gewoon bedacht wat er wel in zit en wat er niet in zit. Linus Torvalds bij Linux was jarenlang de enige, samen met Alan Cox volgens mij, die zei dit gaat erin en dit gaat eruit. Het is gewoon heel autocratisch, of heel, in ieder geval heel niet democratisch zou je kunnen zeggen. Maar daardoor kwam het ook ergens, want anders was het. Dus het verschil tussen soms zelforganisatie loslaten en alles laten gebeuren versus een bepaalde structuur bieden, daar... Maarten, het probleem is dat je een probleem maakt, daar beschuldig ik je maar halverwege van. Je maakt een probleem van een probleem wat al zo oud is als de mensheid. Want ook de dorpsroddel, wat je als een soort internet van vroeger kon beschouwen, heeft het ongeveer goed. Ja. En heel veel zakelijke beslissingen werden op grond van die dorpsroddel, verantwoord of niet, genomen. Daniel Dennett, die heeft er een aardig werkje over geschreven met zijn evolutie van de vrije wil. Zodra we drie generaties lang iets te vreten hebben gehad, als ik zo vrij mag zijn, als systeem, als technologie, dan vinden we de aanwezigheid daarvan vanzelfsprekend. En dat is het probleem waar je het over hebt. Dat we de aanwezigheid vanzelfsprekend vinden, dus dat we het... Na drie generaties. Daarna krijg je de discussie over wat is een generatie, dat moeten we even niet doen. Maar na drie generaties, wetenschappelijk onderzoek, 680 pagina's, dan vinden we als mensen de aanwezigheid van die technologie, of het systeem, of het instrument, vanzelfsprekend en stellen we de waarom-vraag niet meer. Ja. Dat is fascinerend. Dat doen we niet meer bij treinen, dat doen we niet meer bij vliegtuigen. Dat doen we niet meer bij auto's, zo kan het nog, enzovoort. Hè? Ja. En je stelt het nu aan de orde en op zichzelf terecht, want we moeten hierover nadenken. Maar je kunt geen objectieve oplossing vinden. Oh, nee. Dat schets je ook zelf.
Nee, ik probeer alleen maar, ik, nogmaals, ik vind het al leuk dat er heel veel mensen zitten die hier naar willen luisteren, want het is puur, ik ben 6 of 7 jaar lang, denk ik, gewoon een bepaalde pleitbezorger geweest van iets van, het is leuk om je data te verzamelen, het is interessant, je kan allemaal dingen mee doen. En dat was maar, voor mijn gevoel, de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is, en dat, ik kwam hierachter, dit hele verhaal komt eigenlijk uit het feit, ik zit in een commissie van het Rathenouw Instituut, dat gaat over project meetbare mensen. En er zitten een paar sociologen in, en de enige vraag die ik de hele tijd gesteld heb tijdens de vergaderingen, het ging over beleidsadvies voor de Tweede Kamer, en die zeiden alleen maar, wiens agenda is dat dan? Wie heeft er bedacht dat we dan die dingen allemaal willen, die stappen willen gaan tellen? Wie is er nou uiteindelijk mee gebaat? En als je dat spoor probeert terug te volgen, het is zoals waarschijnlijk rechercheurs bij criminelen doen, follow the money. Follow the money, waar is, ook zo. Waar is het mee gediend? En het maakt, ik wil dus niet te zuur gaan zeggen, stop allemaal met innoveren en ga allemaal kwaad zitten doen op iedereen die iets voor elkaar krijgt. Nee, maar soms helpt het even een stapje terug te doen, te kijken waar eigenlijk degene die hier zo heel erg enthousiast over is, bijvoorbeeld smart meters kwam er ook naar voren. Nou, dat is fantastisch voor de consument. Het is nog veel fantastischer voor de energieproducent, die opeens hele andere manieren heeft om zijn hele energiedistributie en wie er hoeveel verbruikt en waar het allemaal heen gaat, kan monitoren. Sterker nog, in dit voorbeeld wordt dus, het ons door een betreffende wetgeving afgedwongen. Hè? Ja. We zullen dus, straks verplicht worden die dingen. Dus nogmaals, leuk dat er zoveel mensen, maar het is wat uur al een beetje de frustratie. Zo'n zwartste doemscenario dan? Nou, mijn zwartste doemscenario. Nou, ik heb niet zo'n zwart doemscenario. Ik geloof echt wel dat we als maatschappij, bijvoorbeeld als Facebook of wat dan ook, zo'n grote tijd ontzettend in de fout gaat. Dat er nog wel een zelf. Een soort self-righteous scenario komt waar we onszelf een beetje kunnen opwerpen. Misschien is mijn zwartste doemscenario dat mensen een beetje. Hoe zeg je dat? Apathisch worden in die zin, dat mensen steeds minder deze vragen stellen. Dat ze steeds lekkerder, dat ze steeds precies krijgen wat ze willen en dat ze steeds net aangeraakt krijgen waar ze aan zaten te denken en dat Amazon precies levert wat je net had bedacht dat je misschien wel wilde kopen en maar, dat ze die waarde. Maar een beetje marketeer dacht dat 50 jaar geleden al. Ja, nou ja, misschien. Dus, maar dat complacency, dat mensen het wel lekker vinden. Dus. Zijn ook niet anders gewend. Dat is een beetje. Ik ga het hierbij laten, want ik zie dat anders wordt de discussie wel heel decentraal. Maar als het dan is, dan hoor ik het graag. Dank u wel.